het is mijn dingetje gewoon, denk ik, toch? 52 jaar werkte Truus van Delen achter de kassa bij verschillende vestigingen van Albert Heijn in Leiden. Vandaag gaat ze met pensioen. Haar familie verraste Truus door eerst in optocht door de winkel te lopen, om vervolgens nog één keer bij haar langs de kassa te gaan. Ja, ik werd verrast door mijn familie. Met muziek en met van alles. Ja, superleuk. Ja. En nu? En nu? Nu gewoon tot 2 uur werken en dan lekker gaan genieten, hoop ik. Ja. De vaste klanten moeten Truus voortaan missen. Nou, die ga ik uitzwaaien om 2 uur. Jammer dan. Ja. Nee, ik ben al super verwend, joh. Van de week al allemaal mooie cadeaus gekregen. Van alles. Ja, was superleuk. In al die jaren is de kassa nooit gaan vervelen. Ik ben altijd al een kassabeb geweest, schijnbaar. Ja, ik vind het heerlijk. Je kan me neerzetten, 's morgens en 's avonds oprapen. Geen probleem. De verrassing werd georganiseerd door de 3 zussen van Truus, die ook met het supermarktvirus besmet zijn. Ja. En ook een Albert Heijner. Ja, 46 jaar. Ik was een Albert Heijner. En zij ook. Ik ben een gepensioneerde Albert Heijner. Voor Truus zit het erop. De familie plant vast het volgende supermarktpensioen.